Het is alweer woensdag en ik ben net aangekomen in mijn salon. Vandaag weer een dagje werken. We hadden vannacht echt een pittige nacht weer. Is ook wel te zien aan de wallen. De afgelopen 2 dagen heb ik gewerkt. Vandaag moet ik dus nog een dagje werken. Gisteravond was ik weer lekker sporten met mijn broertje. Ik had echt totaal geen zin, maar goed. Voelt toch altijd wel fijn als we weer geweest zijn. Vandaag ook wel echt een lange dag werken. Mijn moeder die past vandaag op de jongens. En ik heb in de salon heb ik allemaal nieuwe accessoires. Ik heb allemaal nieuwe armbandjes liggen. Toilettasjes of make-up tasjes. En wat nieuwe oorbellen. En deze heb ik nu zelf ook in. Verder ben ik morgen thuis met de jongens. En dan komt Veneta, er komt een adviseur en die gaat onze kozijnen beneden gaat die inmeten. Van de woonkamer en van Noutse kamer. Het is echt wel een heel erg groot raam en we hebben wel gordijnen aan beide kanten. Maar goed, ik wil toch een beetje ja, dat grote vlak zeg maar breken. Dus vandaar een vouwgordijn. En voor in Noutse kamer willen we graag een rolgordijn. Omdat hij heeft wel van die verduisterende gordijnen nu. Maar toch als het ja, mooi weer is komt er wel veel licht nog doorheen. Dus we dachten ja voor in de zomer als het echt weer wat eerder lichter is buiten. En wat later donkerder wordt. Dan willen we wel gewoon dat het echt goed donker is in zijn kamer. Dus vandaar dat we ook daar ook nog even een gordijn willen. Dus ik ben heel benieuwd. Hij gaat het allemaal inmeten. Hij neemt allemaal staaltjes mee. En dan gaan we een keuze maken. En dan hoop ik dat het zo snel mogelijk opgehangen kan worden. Ja, ik ga de boel even klaarmaken hier. En dan ga ik zo meteen aan het werk. Nou, de dag zit er weer op. En ik heb de salon eventjes zo neergezet. Want eens in de zoveel tijd komt er iemand hier een massage geven voor haar klanten. Dus dan kan haar massagetafel mooi hier zo staan. En het is echt lekker weer buiten geworden. Misschien dat ik straks nog even met de jongens een rondje ga lopen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En wij waren even een boekje aan het lezen. En wij zijn aan het wachten op de adviseur van Veneta. Want die komt zo meteen en dan komt hij onze ramen inmeten. We hadden echt weer een heftige nacht achter de rug. Man, ik ben zo klaar met die nachten. We hebben nu al echt bijna een half jaar slechte nachten. Oh, ik word gebeld. Misschien is dat degene van Veneta, dus ik ga eventjes opnemen. Nou, dat waren ze inderdaad. Ze zijn onderweg. Waar ben je nou? Maar goed, ja, wat ik dus aan het vertellen was, we hebben dus echt al een half jaar gewoon slechte nachten. En er heeft nog gewoon geen één nacht tussen gezeten dat hij gewoon volledig doorgeslapen heeft. Dus ja, ik vrees wel een beetje het ergste. Maar we gaan misschien proberen om hem vannacht in zijn eigen kamertje te leggen. Want ja, we hebben misschien ook het idee dat hij van ons misschien, van het gedraaien of iets wakker wordt. Dus misschien dat hij in zijn eigen kamertje ook wel wat meer rust heeft. Maar dan ja, wil ik wel gewoon alle deuren openzetten. Zodat als hij wakker wordt, dat we hem wel gewoon horen. Hij was vannacht ook onwijs aan het snurken. Want hij is best wel verkouden. Zijn neusje zit een beetje dicht. Dus ik heb ook echt een uur wakker gelegen van het gesnurken. En op een gegeven moment heb ik die co-sleeper aan Niels' kant gezet. Nou, toen ging het op zich wel. Ik hoop wel echt dat hij binnenkort wat beter gaat slapen. Al komt hij maar 1 keer in de nacht. Dat zou al zoveel beter zijn. Want nu komt hij vaak echt nog wel... ja, 2 of 3 keer in de nacht. En dat is ja, toch best wel pittig. Slaap lekker. Tot? Volgende keer. Tot de volgende keer. Tot straks. Gaan we lekker in je bedje liggen? Nee. Laat eens zien. Waar is jouw aapje? Oh, ga je lekker op je aapje liggen? Nee. Nee, natuurlijk niet. Maar we gaan wel even slapen. Doei, doei. Slaap lekker. Nee, wacht. Wacht, wat is er dan? Je zit tijd te rekken, hè? Wat is er? Ja. Wat is er? Ja. Ja, we gaan lekker naar bedje. Joost gaat ook lekker naar bed. Nee. Druk te maken. Ja. Ja. Tot straks. Goedemiddag. Wij hebben net even een slaapje gedaan. En Nout die ligt nu nog op bed. Die zal elk moment ook wel wakker worden. Het is echt super mooi weer buiten. Dus ik vond het eigenlijk echt ja, mega zonde om naar bed te gaan in de middag. Maar ik was echt zo kapot.
En ik voel me nu echt een stuk beter en weer even wat meer energie. Dus het is ook wel lekker om straks met de jongens naar buiten te gaan. Nou, vanochtend is de adviseur geweest van Veneta. En we hebben twee supermooie gordijnen uitgezocht. En het duurt ongeveer 4 weken voordat ze klaar zijn. Dus dat is echt wel redelijk snel. En dan zal ik met jullie natuurlijk het eindresultaat ook delen. Je moet alles pakken. Nou, wij gaan er lekker uit. Hè? En dan gaan we Nouten zo meteen ook uithalen. Want die slaapt ook al bijna 2 uur nu. En dan hebben we nog wat aan onze middag. Oké, we zijn de jongens naar bed aan het brengen. En Joas ligt voor het eerst in zijn eigen bedje. Hij is nog echt heel erg groot in bed. Maar gaan we kijken hoe het vannacht gaat, hè, vriend. Ja. Ik zag net dat lege co-sleeper in onze kamer staan. Nou, ik kreeg gewoon bijna een treintje omdat hij hier ligt. Ja, mama moet er wel aan wennen hoor. Maar waarschijnlijk komt hij rond een uur of 10 uur, 10:30 nog voor de voeding. En dan gaan we tot die tijd gewoon even kijken hoe dit gaat in zijn eigen bedje. En wie weet als hij vannacht wel weer vaker komt voor de voeding, dat ik hem gewoon weer lekker naast me neerleg. Maar dat zien we vanavond of vannacht wel weer. Nou, lekker slapen, vriend. Heel van jou. Goedemorgen. De jongens zijn nog even tv aan het kijken voordat we naar beneden gaan. Zodat ik me even kan aankleden ondertussen. En deze kleine draak heeft gewoon weer bij ons geslapen vannacht. Hij werd denk ik om 10 uur wakker voor zijn voeding. Want meestal wordt hij rond 10:30 wakker. Dus tot die tijd heeft hij gewoon lekker in zijn eigen kamertje geslapen. En daarna wilde hij eigenlijk niet meer in zijn bedje. En toen dacht ik, nou, kom maar gewoon lekker bij ons. Dus hij heeft de rest van de nacht lekker in zijn co-sleeper geslapen. En dat vond mama ook helemaal niet erg, want ik miste hem stiekem wel een beetje. En wij gaan vandaag iets heel leuks doen. Opa Peter die komt vandaag bij Nout. Opa Peter gaat met jou spelen vandaag. En ik ga samen met mijn moeder met baby Joas zwemmen. Met oma. Ja, met oma. Leuk hè? Voor het eerst baby zwemmen. Ik ben echt heel benieuwd hoe die het vindt. En met Nout heb ik dat echt wel regelmatig gedaan. Alleen nu op de dagen dat het is of ik ben aan het werk of ik ben thuis met beide jongens. Wat eigenlijk niet zo handig is. Opa die wilde vandaag even bij Nout zijn. En dan kan ik lekker zwemmen met deze man. Gaan we dat eens een keer proberen, hè, vriend? Ja, hij heeft er zin in. Wij zijn onderweg naar het babyzwemmen. En dat is daar. En ik woon daar. Dus het is lekker dichtbij. Oma is ook mee. Ja, leuk. En Joas natuurlijk. Want het gaat om Joas. En het is echt prachtig weer. Een klein beetje frisse wind. Nou, ik ben heel benieuwd hoe de kleine het gaat vinden. Hey. Oh, dat is echt vreselijk. Ja, dat is echt vreselijk. Je hebt wild gedaan hier. Je wordt wild gedaan hier. Goedemorgen, het is alweer zondag
En wij zijn ons aan het klaarmaken, want we gaan straks richting Haarlem naar een fotostudio. We zijn daar namelijk uitgenodigd door Vivianne van Lunia Fotografie. Ik had namelijk laatst een oproepje gedaan op Instagram voor een fotograaf die ons eventueel zou willen vastleggen. Het is nu alweer bijna een half jaar geleden dat we met elkaar op de foto zijn geweest. En Joas is in de tussentijd natuurlijk alweer zo erg veranderd. Dus ik dacht, ik zou het wel leuk vinden om weer wat foto's te hebben die wat meer up-to-date zijn. Dit is mijn outfit. Schoenen. Gewoon een lekkere spijkerbroek en een blouseje. Jongens, die krijgen ook een hele schattige outfit aan. Ik heb er zin in. Ik hoop dat Nout het ook leuk vindt om op de foto te gaan. Vorige keer met de newborn shoot was het namelijk niet zo'n succes. Ja, we hopen op het beste. Oh, en trouwens, het babyzwemmen was echt super leuk. Joas vond het echt heel erg leuk. Hij was heel relaxed in het water en hij was vooral ook heel erg nieuwsgierig. Dus hij was ook continu om zich heen aan het kijken. Ja, op een gegeven moment was er ook zo'n liedje waarbij je ze dan de eerste keer tot hier in het water ging doen. De tweede keer tot hun mondje. En de derde keer helemaal onder water. Als je dat wilde natuurlijk, het was niet verplicht. Nou, elke keer als we dat bij Nout deden, dat vond hij nooit leuk. Begon hij altijd heel erg hard te huilen. En Joas, ik kwam boven water en die keek echt zo van, wat is er gebeurd? Ik ben lekker wakker. Dus het babyzwemmen was echt een succes. Ja, had er echt van genoten en wij ook. Dus misschien dat we dat wel vaker gaan doen. Weekend zit er weer op. Ik heb vanochtend de jongens naar de gasthouder gebracht en ik ga vandaag weer aan het werk. Gisteren de fotoshoot natuurlijk. Ja, wat Nout betreft, hij vond het leuker om achter de camera te staan. Dus om Vivianne te helpen en om met mijn camera te filmen dan om met ons op de foto te gaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe de foto's geworden zijn, maar er zullen vast wel een paar goeie tussen zitten. Verder, ja, we hebben gisteren lekker rustig aangedaan. We zijn nog even naar de Middenwaard geweest in Heerengewaard. Niels, die wilde eigenlijk nog wat sportshirts scoren, alleen helaas niks gevonden. Verder was het een rustig dagje gisteren, dus op zich wel een lekker weekend gehad. De week is weer begonnen, dus ik ga hiermee ook de weekvlog weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Abonneer je even op mijn YouTube kanaal, laat een reactie achter. En tot volgende week weer!